Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, malaria-programma viert Malaria Day of the Americas, OWTNC voert werkzaamheden uit op Middenberm, Koezewijnenstraat, Medische Zending informeert over opleiding tot gezondheidszorgassistent, Delegatie Regionale Ontwikkeling terug van bezoek aan Shenyang City en minister Vijay Chotkan gaat in op bezoek aan Dubai. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft onlangs in Dubai een Memorandum of Understanding en een luchttransportovereenkomst ondertekend. Hiermee wordt een brug geslagen tussen Suriname en de Verenigde Arabische Emiraten. Minister Chotkan gaat dieper in op zijn bezoek aan Dubai. De United Arab Emirates, zoals we dat kennen, de Verenigde Arabische Emiraten. Het bezoek heeft een aantal doelen met zich meegebracht. Een van ze was zeker om met mijn collega-minister daar, die dus verantwoordelijk is voor de transportsector, om een MOU te tekenen en daarmee dus ook die Air Service Agreement, die luchtvaartovereenkomst, tussen beide landen te initiëren. Wat houdt dat precies in? In die MOU staat dus duidelijk dat wij dus beide door onze door de staatshoofden, mijn staatshoofd en zijn staatshoofd, zijn gemachtigd om dus die Air Service Agreement verder in stelling te brengen. En dat dus wij overeenkomen als landen natuurlijk, dat wij dus de bilaterale relaties daarmee natuurlijk ook gaan initiëren. En nu minister, de MOU is getekend, de luchttransportovereenkomst is ook getekend. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is dat beide landen natuurlijk, beide ministers, hun regering informeren, schriftelijk over de inhoud, niet alleen. In principe is de inhoud al toen bekend geweest. We zijn niet zomaar gemachtigd om te gaan tekenen. Maar natuurlijk zijn er nog wat procedurele zaken die dus moeten worden doorgevoerd. Dat gaan we zeker doen de komende dagen. Belangrijk is natuurlijk dat tussen beide landen die airbridge is geslagen. Die connectivity is geslagen, of het Amsterdam wordt, of São Paulo, of Orlando. Dat moet natuurlijk ook in deze fase goed worden bekeken. Dat heb ik eerder aangegeven. Wat we ook uit deze dienstreis hebben kunnen eruit trekken, om het zo aan te geven. Dat is ook heel erg van belang voor de luchtvaartsector in Suriname. En we erkennen natuurlijk dat wat de luchtvaartsector betreft van de Emiraten, het één is die heel bekend staat als heel professioneel. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk voldoen aan alle regels die binnen de luchtvaartsector zou moeten gelden. Maar minister, we hebben onze eigen luchtvaartmaatschappij. Wat is de rol van SLM in deze? Nou, SLM zit nu momenteel in een transitie om zorg te dragen dat ze dus die plaats innemen. Niet in Suriname alleen, maar in die totale luchtvaartsector. Op de wereld die ze moeten krijgen, die ze moeten hebben. En dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat moet je gaan, je moet het overnemen of je moet er gaan werken, je moet ervoor gaan werken. De strategische projecten die ze moeten uitvoeren, in principe komt het erop neer. Geen tijd om spelletjes te gaan spelen, links en rechts, maar gewoon recht toe recht aan. Samenwerkingsrelaties gaan uitzetten met andere grote luchtvaartmaatschappijen. Emiraten is één van ze, Etihad is een andere. Ze zijn daar. Je moet natuurlijk die stap doen. Je moet niet wachten totdat zij gaan geen stap naar je toe doen, ze zijn te groot. Maar wanneer jij die stap doet naar hun toe, merk je dat je ergens toch wel overeenkomsten en overeenstemmingen kan krijgen om samen te werken. En met het ondertekenen van deze overeenkomst, betekent dat we binnenkort een vliegroute hebben, Suriname-Dubai? We zijn nu als ministerie in een fase beland waarbij we in een zeer versnelde tempo bezig zijn om dus de Air Service Agreement tussen Suriname en Turkije uit te onderhandelen, Suriname-Marokko uit te onderhandelen, Suriname-China uit te onderhandelen. Immers de president is binnenkort daar, dus we moeten natuurlijk ons haasten om het af te krijgen.
grotendeels is het natuurlijk al af. Maar we denken ook aan een land als Oman. Misschien niet zo bekend, maar heeft toch potentie om te bieden. Ook daar heb je investeerders die uitkijken naar mogelijkheden op de wereld. Dus we hebben onze handen vol met werk. Maar het zijn uitdagingen, het zijn hele mooie uitdagingen. Maar dat we dus gewoon echt strak gaan werken om die targets te halen die gehaald moeten worden als ministerie, maar daardoor ook het land. Want je bent altijd nog samen met anderen verbonden om het goede werk te doen en om resultaten te boeken. Dank u wel, minister. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft in de afgelopen periode verschillende bezoeken gebracht aan de Volksrepubliek China. Zo is onder meer tezamen met 16 traditionele gezagdragers aan verschillende Chinese steden bezoeken gebracht. Minister Dikan ging tijdens een persconferentie op 6 november verder in op deze missie. De ambassadeur van China die heeft enkele maanden terug een courtesy call bij ons afgelegd. En tijdens dat gesprek kwam naar boven het voorstel om binnen het kader van de zo al, laat maar zeggen, goede samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China, om een nieuwe dimensie daaraan toe te voegen, om dat uit te diepen. En dat zou betekenen dat het traditioneel gezag op bezoek kon gaan naar China, een trip daar, verschillende steden, bezienswaardigheden mogen bezoeken. We hebben binnen de groep, waarvan 16 mensen dus zijn afgereisd, zowel inheemse als Marons, en alle stammen hebben we betrokken. In Suriname, you also have this chief system, and they are also playing an important role, so I have idea to invite them to go to China, to see the country. The main purpose is very simple, is to strengthen the friendship and understanding between China and Suriname, especially between people to people friendship. And I follow you, your trip very closely. I got a lot of pictures from my friends when you were in China. They sent me the feedback. And I understand that it's a very successful trip. I call it historic trip in our relations. Yeah. So many chiefs and captains went to China to see this country, which may be for you, most of you are the first time to China. And this country is quite different. The culture is also different, but with some values are very related to ours in Suriname. So I'm so delighted to host this, and I'm so delighted that you enjoy your trip to China. And also, we organize some functions from the Hangzhou and also in Beijing for you to be, you know, to have some discussions with the some officials to exchange views to make our relations closer. De trip zelf is zeer enerverend. We waren in de gelegenheid om drie grote steden te bezoeken: Beijing, Hangzhou en Shanghai. Er waren twee officiële momenten ertussen. Twee officiële momenten waarbij we van gedachten hebben kunnen wisselen met de directeur van buitenlandse zaken gezeteld in Beijing, die verantwoordelijk is voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En in dat onderhoud is natuurlijk nagegaan wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En er zijn duidelijk wat laten we zeggen, zaken die nog verder hier moeten worden, kunnen worden uitgewerkt. Of moeten worden uitgewerkt door het traditioneel gezegd zelf. Maar meer nog met de andere actoren. Dat denk ik in termen van de Chinese ambassade hier, het ministerie,
het ministerie van Buitenlandse Zaken, alle actoren die erbij horen. Wat heeft deze trip heeft ons gebracht? Behalve die formele momenten zijn er ook momenten geweest waarbij men ons diverse historische plaatsen heeft laten zien. We zijn geweest naar het bekende plein van de Hemelse Vrede, de Tiananmen Square. We hebben verder bezocht de Forbidden City. Dat is eigenlijk de plek waar het voormalig keizerrijk van de diverse dynastie in de Chinese historie zich hebben gevestigd. We hebben ook het geluk gehad om naar enkele wat men in China dorpen noemt. We zijn ook naar twee dorpen geweest. Maar ik begin nu te waarschuwen dat dat niet het concept is zoals wij dat hier kennen. Een zaak die sterk en bijzonder ontwikkeld is in China is het nationaal gevoel, de liefde voor het land. Als je het zelf ziet, dan zal je al heel snel tot een andere conclusie komen. En concluderen dat wat wij van deze grote broer moeten doen, is dat we van ze moeten leren. Jaarlijks wordt op 6 november Malaria Day of the Americas gevierd. Deze dag werd door het malaria-programma van Suriname feestelijk herdacht. In samenwerking met de Pan American Health Organization streeft het malaria-programma naar een malaria-vrij Suriname in 2020. We zijn hier vanochtend bij het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid in het kader van Malaria Day of Americas vandaag, 6 november 2019. Deze dag is 13 jaar geleden in het leven geroepen door de Pan American Health Organization om stil te staan bij de behaalde successen in de regio en om vooruit te kijken naar de nieuwe doelen. Vandaag is 6 november, dat is de Malaria Day of the Americas. Dat is een dag die is ingesteld door de Pan American Health Organization, waarbij we elk jaar even stilstaan bij eigenlijk welke doelen we willen behalen en welke successen we tot nu toe al hebben behaald. En wat betekent deze dag voor u? Voor ons is het een heel belangrijke dag. Het is een feestelijke dag, want we hebben successen behaald in Suriname. We zijn nu op de drempel van eliminatie. Behalve dat het malaria-programma zelf viert ook een feestje, want we hebben dit jaar ons 10-jarig jubileum. Ons thema vandaag zijn partnerschappen. Dus wij hebben inderdaad een groot deel van onze dag besteed aan partnerschappen, het herkennen van partners. Er zijn ook een heel aantal partners hier aanwezig, waaronder de medische zending, andere afdelingen binnen het ministerie van Volksgezondheid, maar ook private partners waarmee we samenwerken. En de vertegenwoordiger bijvoorbeeld van Brazilië, de ambassadeur van Brazilië. Brazilië en Frans-Guyana als buurlanden zijn ook belangrijke partners voor Suriname. It's important this collaboration between the governments of Brazil and Suriname, between the ministries of health of Brazil and Suriname, and within the malaria program that we have. Why? Because you know that there are not only Surinamese here, we have also Brazilians and other nationals who work in the mining areas, and malaria doesn't know borders. So what we have to do, and that's what we are doing successfully, and the malaria program is a successful, I think it's the most successful program against malaria in the Americas. You have won 3 times the best program because you collaborate, as I said, on their ways and some in working. That's how we work. We exchange knowledge, we collaborate, we have capacity building, training, and we bring people together to fight as a common goal.
De Stichting Medische Zending roept burgers die affiniteit hebben met de gezondheidszorg op zich aan te melden voor de opleiding tot gezondheidszorgassistent. Men zal door de medische zending klaargestoomd worden om kwalitatieve gezondheidszorg te bieden aan zorgvragers. De medische zending houdt in het kader van deze opleiding een informatiedag op 13 november 2019. U hoort meer hierover van Julie Small, hoofdopleiding medische zending. Beste kijkers, ik ben vandaag hier om u uit te nodigen. We hebben op 13 november een informatiebijeenkomst op het centrum van de medische zending aan de Zonnebloemstraat 45 tot 47. Waarom zijn we op zoek naar u? Als u in de leeftijd bent van 16 tot 40 jaar, dan zoeken we naar u om gezondheidszorg te bieden aan onze bewoners in het binnenland. Waarom zijn we op zoek naar u? We zijn op zoek naar u om kwalitatief goede zorg te bieden aan onze bewoners in de verre districten. Bent u betrouwbaar, respectvol en kunt u een geheimhoudingsplicht waarborgen? Dan bent u van harte welkom op 13 november van 10 tot 12 uur aan de Zonnebloemstraat 45 tot 47, het Jan van Maassij Coördinatiecentrum. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is momenteel bezig met werkzaamheden aan de middenberm van de Koesewijnenstraat. Wij spraken hierover met Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van voornoemde ministerie. Geleden is de Koesewijnenstraat heringericht, waarbij de inrichting van de weg is aangepast. Ter hoogte van de Duisburglaan is de middenberm doorgetrokken, waardoor het verkeer dat komt vanuit de Duisburglaan niet rechtsaf kan gaan richting de Koesewijnenbrug. Ter hoogte van de Quarantijnstraat is de middenberm onderbroken, waardoor het verkeer rechtsaf kan afslaan richting de Quarantijnstraat. Wat we de laatste tijd constateren is dat het verkeer dat komt vanuit de Duisburglaan met bestemming de Koesewijnenbrug, het zuidelijke deel van de Koesewijnenstraat, op de Koesewijnenstraat een U-turn maakt om richting de brug te gaan. Ook het verkeer vanuit de Koesewijnenstraat, de oostelijke rijbaan, dat is de rijbaan die gaat richting de brug, hebben we bestuurders die U-turn maken om terug te gaan richting de Marrewijnenstraat. Het keren op de weg. Die U-turn maken, dat zorgt voor stagnaties in de doorstroming, waardoor we tijdens de piekuren enorme filevorming krijgen. We hebben het een tijdje aangekeken en we zien dat het steeds erger wordt. En we hebben ook gemerkt dat het verkeer dat komt vanuit de Duisburglaan weer is toegenomen. Tijdens de werkzaamheden van de herinrichting was de middenberm afgesloten, waardoor het verkeer van de Duisburglaan met bestemming de Koesewijnenbrug reed via de Marrewijnenstraat. En in principe is dat ook de bedoeling dat men rijdt via de Marrewijnenstraat. Gezien de problemen die er nu ontstaan met het verkeer, de stagnatie, de doorstroming, heeft het ministerie gemeend om die doorbraak tijdelijk weer af te sluiten. Vrijdagochtend om 10 uur zullen wij het afsluiten. Dus wij vragen de weggebruikers om daarmee rekening te houden. Het verkeer dat komt vanuit de Quarantijnstraat zal dan niet meer rechtsaf kunnen afslaan richting de Koesewijnenstraat. Dat verkeer vragen wij om te rijden via de Marrewijnenstraat. En het overige verkeer vragen wij ook om rekening te houden met deze maatregelen. Hij wordt nu tijdelijk afgesloten, omdat we ook met andere maatregelen bezig zijn. Het ministerie heeft een traffic violation system in voorbereiding. En traffic violation houdt in dat wij proberen om door middel van camerasystemen overtreders te detecteren en te beboeten. Dat systeem hopen wij zo gauw mogelijk te implementeren, waardoor de handhaving een stuk makkelijker zal gaan, want we kunnen niet overal een politieagent neerzetten. Maar met dat systeem zullen wij weggebruikers die rijden door rood licht, weggebruikers die de maximale toegestaande snelheid overschrijden en de verkeersregels overtreden, kunnen we dan heel makkelijk detecteren. Tot dat moment zullen wij die middenberm afsluiten. En wij zullen dat evalueren ten tijde dat wij het Traffic Violation System zullen implementeren.
Natuurlijk, voor de doorstroming zal het iets beter gaan, omdat we hebben gemerkt, we hebben die oriëntaties ook gedaan. We hadden het al eerder afgesloten en toen liep de doorstroming wat beter. We hadden er toen tijdelijk overgesteld om de mensen met bestemming de Quarantainstraat de gelegenheid te geven om daar te gaan. Maar helaas zijn er andere weggebruikers die het systeem ondermijnen door die U-turn te maken. En waardoor we dan die problemen krijgen in de doorstroming. Het is jammer dat we dat moeten doen, maar we moeten het groter belang bekijken, het verkeer. En in dat kader hebben we besloten om hem tijdelijk af te sluiten. Op dit kruispunt staat er een keerverbod. De borden die staan er, een keerverbod. Er stond ook een bord, dat bord is verdwenen. Ik weet niet wie dat bord heeft weggehaald. Maar het keerverbod geldt voor elk aardig verkeer, ook voor de lijnbussen. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.